Het ministerie van Regionale Ontwikkeling voelt zich genoodzaakt de vereiste voorwaarden te scheppen, zodat gelijke kansen kunnen worden gecreëerd voor de mensen in de diepe plattelandsgebieden en het achterland. Op die manier kan er ook worden bijgedragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Het ministerie is in dit verband bezig met het ontwikkelen van een geïntegreerd plattelandsontwikkelingsplan dat het concept gebruikt van integrale plattelandsinterventies. Het bezoek van deze delegatie moet u eigenlijk zien als het gevolg van die dienstreis die we hebben ondernomen. En u moet dit ook plaatsen in het kader van het verdiepen van de samenwerkingsrelatie tussen Suriname en Colombia. In het kader van gemeenschapsontwikkeling, die binnen het ministerie van Regionale Ontwikkeling, voornamelijk vanuit de directoraten Duurzame Ontwikkeling Inheemse, DOAS en Agrarische Ontwikkeling Binnenland, plaatsvindt, is het van belang dat we onze ontwikkelingswerkers, want dat zijn wij allemaal, en met name de mensen die op het onderdirectoraat gemeenschapsontwikkeling werkzaam zijn, is het zaak dat we ze uitrusten met de nodige vaardigheden. Vaardigheden die ze in staat kunnen stellen om met de gemeenschappen en de dorpen projecten te initiëren die hen in staat zullen, de dorpen in staat zullen stellen hun eigen ontwikkeling beter te managen en te voorzien, duurzaam te kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Deze training zal natuurlijk bijdragen in het versterken van de vaardigheden waarover wij reeds bezitten. En die we, laat me zeggen, op dagbasis in onze bezigheden al toepassen. Van de week, zoals de directeur dat heeft aangegeven, een heel drukke week van uitwisseling. De directeuren zijn 2 jaar gedeelde naar Colombia gegaan. En daaruit is natuurlijk voortgevloeid dat men verder zal gaan. De mensen zullen getraind worden, de gemeenschappen. En dat geeft eigenlijk een van onze beleidspunten aan, eigenlijk vanuit het taakgebied zelf, waarbij we de woon- en leefomstandigheden van met name de mensen in het binnenland, rurale gebieden, moeten verbeteren. En dit project, dankzij het ministerie van Buitenlandse Zaken ook, past helemaal in dat stukje beleid. Maar ook dat we als ministerie ook een project, wat we noemen het IROP-project, Interruraal Ontwikkelingsprogramma, dat het helemaal daarin past. Mevrouw Williams heeft ook aangegeven de lijn getrokken naar de SDG's. Voedselveiligheid, voedselzekerheid, al die zaken. Maar wat ook toegevoegd kan worden, is dat stukje ondernemerschap. Want wanneer je gaat produceren, je kan beantwoorden aan de eisen van de markten, zowel nationaal als internationaal, betekent ook dat je ondernemerschap stimuleert als je het op grotere schaal gaat doen. Dat je werkgelegenheid gaat stimuleren. Maar dat betekent ook dat je jobs gaat creëren. En dat je mensen steeds minder afhankelijk gaat maken van de centrale overheid dan wel subsidies. En economische activiteiten creëren. Dat past helemaal in ons beleid en met name de doelstellingen van het IROP-project. Ik wil volstaan met deze korte toespraak, maar niet af te sluiten als vorens de Colombiaanse overheid te bedanken met haar werkarmen, natuurlijk de UNDP als een van onze trouwpartners. Ik kan u aangeven dat het ministerie van Regionale Ontwikkeling zelfs nu ook op de nationale agenda staat wat betreft de localizing van de SDG's. We hebben de mogelijkheid gehad om het op
internationaal fora ook te presenteren. Omdat wij toch wel, zoals ook eerder aangegeven, een van de eerste landen zijn, namelijk het ministerie van regionale ontwikkeling, die de SDGs naar de mensen heeft kunnen brengen, de lokale mensen. Een uitwisselingsprogramma heeft altijd wederzijds voorbeeld. Ik hoop dat ook de trainers uit Colombia zullen meepikken de pluspunten die wij hebben. Ze gaan het veld in. Het land Suriname is anders. En men zal zeker wat nieuwe inzichten, andere methoden ook hier kunnen meenemen. En dat ter verheffening van onze beide landen. U weet, een bekend spreekwoord zegt, we hoeven het wiel niet meer uit te vinden. Wanneer je ziet dat iemand het goed doet, good practices, dan neem je het over. En misschien met kleine aanpassingen aan je omstandigheden, zodat het ook goed uit de verf komt. Aan u, participanten, wil ik alle succes toewensen. Natuurlijk ook de trainers. En dat dit project toch wel de voordelen die daaruit zullen voortvloeien, zichtbaar zullen zijn. Met name voor de gemeenschappen en de totale Surinaamse samenleving. Het ministerie zal altijd zulke projecten blijven ondersteunen, omdat het gewoon past in het beleid dat we voeren.